Beide teams begonnen de na-competitie met een nederlaag, maar ze hebben zich in de tweede ronde allebei hersteld. Go Ahead deed dat ten koste van Excelsior afgelopen zaterdag. Zij wonnen met 1-0. En een dag later deed Cambuur dat ten koste van Sparta, die we net in beeld zagen. In de laatste minuut door Michael Ferrier wonnen zij met 2-1. Dus ook zij hebben allebei 3 punten. Go Ahead Eagles tegen Cambuur Leeuwarden met Koert Westerman. De Eagles thuis natuurlijk in het geel-rood aan de Vetkampstraat tegen de bezoekers uit Leeuwarden die heel snel al een kans krijgen via spits Fabian de Vrijtas. Uithalen met rechts, niet echt hard geschoten. Makkelijk te keren door René Grotenhuis, de doelman van Go Ahead Eagles. Deze kans van Fabian de Vrijtas. En Gert Kruis, trainer van Cambuur Leeuwarden, vindt het toch zonde dat de Vrijtas die kans verspeelde. De Eagles dan met Dick Schreuder. Schreuder gaat de 1-2 aan met de Weert en wordt dan neergehaald door Abma. Wegenreef besluit direct naar de stip te wijzen. En dat is een penalty. En na een kwartiertje spelen kunnen de Eagles dus al op 1-0 voorkomen. Terecht, hier is Schreuder erdoor na de 1-2. En Abma, ja, haalt hem neer. Dus de strafschop met Reciet Schuurman. Schuurman, oh! Kees Pauwen met de voeten. Niet echt sterk ingeschoten van Reciet Schuurman. Aanval gaat door. Misschien zit er toch nog wat in voor de Eagles. Maar er zijn te veel spelers van Cambuur Leeuwarden mee terug. Nog even de voorzet en daar is weer Kees Pauwen, die dan toch heel even de held is van Friesland. Met die gestopte strafschop dus. Blijft dus 0-0. Schreuder. Overname van Ferrier. Is niet de snelste, maar heeft wel zo'n beetje een vrije doortocht. De 1-2 is goed en Ferrier heeft een grote kans. En een kans voor de Vrijtas. Het is wel spectaculair hoor, wat de Eagles en Cambuur laten zien. Maar het leidt nog niet tot doelpunten. De Vrijtas stelt Jan Bruin in staat om te scoren. Grotenhuis er weer goed uit. Het lukt gewoon niet. Direct aan de andere kant, want het golft echt heen en weer. Met Zuidam. Even terug, daar is de spelverdeler. Nicky Kooijman. Ferrier. De Vrijtas, geen buitenspel en erdoor. Nou dan, nu moet het toch gebeuren. Jawel, dit is het doelpunt van Cambuur Leeuwarden. Fabian de Vrijtas. 18e minuut, 0-1. Goed doorgelopen, best nog wat gedraald. En dan uiteindelijk met wat geluk langs René Grotenhuis. Maar wel 1-0 dus voor Cambuur. Abma. Kaatsen is goed met Fabian de Vrijtas. Daar gaat hij weer, die snelle de Vrijtas is er weer door hoor. Nu schiet hij een technisch balletje. En dat gaat ruim over. Schreuder. Mooie buitenkant rechts. Van Schoonover aan top. Schreuder nog een keer. Schuurman. Langeberg. Even terug. En daar is hij weer. Dick Kooijman. Heeft ruimte voor een schot. Het zwaait af. Maar wat is hij belangrijk voor de Eagles? Aanvoerder Dick Kooijman. Richting Jan Bruin. Dat kan altijd. Nou, Sander van der Heijden. Ja. Jan Bruin, de bliksemafleider, de targetman bij Cambuur Leeuwarden. En Sander van der Heijden, die er omheen cirkelt, maakt het af voor de 2-0. Goed en nuttig het doorkoppen dus van Bruin. En sterk gespeeld van der Heijden. We hebben 37 minuten gespeeld en het is 0-2. We zitten in de tweede helft. En de Eagles supporters geloven er nog in, maar hier is Fabian de Vrijtas weer. Wordt licht aangetikt door Michel Lage-Venterink, die geel krijgt. Het was net buiten het 16 meter gebied, de vrije trap. Doemersoglu. Mooi genomen met veel gevoel en effect, maar niet doeltreffend. Kenan Doemersoglu. Bruin komt er niet aan, of toch? Nee, Grotenhuis is op tijd. Nee! Oh, wat heeft de Eagles hier een geluk. Het had natuurlijk al lang 3-0 voor Cambuur moeten zijn, maar het is nog 2-0. En zo
is er nog een beetje hoop voor de thuisclub. Schuurman. Wordt niet aangepakt. Kooijman. Schreuder nu van de rechterkant. Voorzet is goed. Daar zat Pauw mis. En hier zat Pauw eigenlijk ook mis. En hier zit Schuurman heel erg mis. Spektakel aan de Vetkampstraat. Nu dan. Hoekschop voor de Eagles. Pauw organiseert. Iedereen terug. Schreuder houdt hem laag. Schuurman in en daar is Kooijman. Schuurman met de inzet. Kooijman raakte hem aan. Het is de 68e minuut en het is 1-2. Hier heel goed gedaan eigenlijk. Achter zijn standbeen langs, Dickie Kooijman. En Gert Kruis, de trainer van Cambuur, ja, begint toch weer wat zenuwachtig te worden. De marge is dus nog maar 1. Het wordt ook onprettig nu. Er wordt geknokt, er wordt gevochten, er wordt geslagen. En de tank, Henny van Schoonhoven, laat zich niet onbetuigd. Wegenreep staat erbij, kijkt ernaar en wijst nu iemand aan. Het vecht is voorbij, maar wie krijgt wat? Van Schoonhoven moet komen. Iedereen weg. Iedereen is weg. Wegenreef samen met de tank. Rood! Rood voor Henny van Schoonhoven. Cambuur door met 10 man. Omdat Van Schoonhoven hier aan het boksen slaat. Cats tegen Kooijman. Dat heeft Wegenreef opmerkelijk goed gezien. Daar gaat Van Schoonhoven. Zit in de slotfase van de wedstrijd. Nog steeds 2-1 voor Cambuur en de vrije trap. Men denkt al aan het eindsignaal. En nu zegt Wegenreef, geef mij die bal, maar het is afgelopen. Ja, 2-1 voor Cambuur. Hete slotfases bij beide duels. Zowel bij Excelsior tegen Sparta als wel de Golden Eagles tegen Cambuur. Brengt ons bij de volgende stand. Komt de kaart Excelsior Sparta 3-4.